Montageprogramma's. Welke moet je gebruiken en waarom? Het is een van de meest gestelde vragen die wij voorbij zien komen. Dus daarom is het goed om het er eens over te hebben. Hoi, ik ben Riske van de Videomakers. Op dit kanaal helpen wij jou bij het maken van betere video's. Dat doen we hier op YouTube met dit soort uitlegvideo's. Wil je daar niks meer van missen? Druk dan zeker even op de abonneerknop hieronder. Word lid van ons kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En druk ook even op het belletje. Dan krijg je elke keer een melding als wij een nieuwe video uploaden. Daarnaast hebben we ook een hele mooie startersgids. Die hebben we speciaal gemaakt voor iedereen die gaat beginnen met video maken. Dus bekijk die zeker. Je krijgt hem gratis wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief op onze website. In deze video wil ik het dus gaan hebben over montage. Het is namelijk echt de vraag die wij het allermeeste krijgen. Welk montageprogramma moet ik gebruiken? En dat is dus al interessant. Moet ik gebruiken? Dat maakt natuurlijk niet uit. Je mag het montageprogramma gebruiken wat jij wil. Er zijn geen regels voor. Er is niet een programma het beste. Er zijn gewoon een aantal overwegingen die je kunt meenemen in je keuze voor een montageprogramma. En daar wil ik het over gaan hebben in deze video. Ik ga je zo meteen een lijstje geven van programma's die wij aanraden. En nog andere programma's die we dan niet misschien per se aanraden, maar die er ook zijn en die je kunt overwegen. En als eerste wil ik het ook nog eventjes hebben over waar moet je eigenlijk rekening mee houden als je een montageprogramma gaat kiezen. Ja, er zijn een aantal dingen die je eigenlijk moet weten voordat je überhaupt gaat nadenken over het kiezen van een montageprogramma. En dat is ten eerste dat monteren überhaupt, welk programma je ook gebruikt, zwaar is voor je computer. Je moet dus een computer hebben die wel wat aan kan. En ik zeg nu computer, maar je kunt ook natuurlijk nog monteren op je telefoon of op een tablet. Dat zijn ook mogelijkheden die ik zeker ga bespreken in deze video. Maar ook daarvoor geldt, het moet er wel eentje zijn die een beetje iets aan kan, die een beetje kracht heeft. Want monteren en werken met bewegende beelden is gewoon iets wat vergt van je computer waar je mee werkt. Dus het kan best wel zo zijn dat stel dat je een montageprogramma hebt gekozen en je gaat ermee werken, dat je dan denkt, het werkt niet zo lekker, het hapert en ik krijg het niet vlot. Dan kan het zijn dat het gewoon te zwaar is voor je computer of voor je tablet waar je mee aan het werken bent. En dan ligt dat niet per se aan het programma. Daarnaast heb ik ook gemerkt dat elk montageprogramma wel zijn problemen heeft. Ik heb nog nooit een montageprogramma getroffen wat niet af en toe crasht of rare errors geeft. En dit klinkt heel deprimerend, maar zo is het wel een beetje. Want monteren is gewoon, naast dat het zwaar is voor de computer, is het ook een heel complexe bezigheid. Waar van alles moet goed gaan, zeg maar. Dus het kan best wel zo zijn dat er dingen niet goed gaan en dat een programma ook fouten heeft. Daarom zijn er natuurlijk ook altijd weer updates van programma's en moeten we dit soort video's zoals deze moeten we opnieuw maken omdat programma's veranderen, omdat er nieuwe programma's bijkomen. We hebben deze video al een keer eerder gemaakt, dat weet je misschien, misschien heb je die ook wel gezien. En ik weet nog dat zodra we die video toen hadden gemaakt, dat ik dacht, ach, 3 weken later was hij alweer over datum voor mijn gevoel. Omdat ik een nieuw programma had ontdekt waarvan ik dacht, nou die had ook in die video gemoeten. En ik weet zeker dat het bij deze video ook zo is. Zodra die je hem online aantreft, dan is hij waarschijnlijk alweer over datum. Omdat er gewoon weer een nieuw programma op de markt is. Of dat er een programma wat eerst niet leuk was, nu toch leuk is geworden. Dus het kan best zijn dat dit lijstje wat ik hier vertel, dat het eigenlijk nog wel verandert. Ja, dus mocht je nou zelf inderdaad aanvullingen hebben op dit lijstje, laat ze zeker altijd achter in de reacties onder deze video. Dat is heel erg leuk. Daarnaast hebben we een artikel op onze website. Ik zal de link in de beschrijving onder deze video zetten. En daar, want dat kunnen we makkelijker updaten dan deze video. En daarin zullen we ook onze favorieten altijd op een rijtje zetten. Met daarbij de basistutorials die we hebben van verschillende programma's. Dus wil je inderdaad meer weten over die programma's, check zeker het artikel. Ten slotte wil ik er nog even bij zeggen dat ik in deze video het dus ga hebben over montageprogramma's voor de computer. En dan heb ik het over Windows en Mac. En ik ga het hebben over montageprogramma's voor tablets en telefoons. Dus dan heb ik het over bijvoorbeeld Samsung telefoons en iPhones. Heb je nou een Chromebook of je werkt met een besturingssysteem dat van Linux is, dan kan ik je minder goed helpen. Want wij hebben geen ervaring met Chromebooks, we hebben geen Chromebook. En we werken ook niet met Linux. Dus mocht je daarmee werken, dan moet je eventjes zelf googlen wat er het beste voor werkt. Want dat weet ik helaas niet. Mocht jij nou wel ervaring hebben met Chromebooks of met programma's voor Linux, laat het dan zeker eventjes weten in de comments onder deze video. Want ja, wat wij niet weten, weet iemand anders misschien wel. Dus zo kunnen we elkaar ook helpen. Waar letten we nou eigenlijk op bij het kiezen van een montageprogramma? Want ik ga natuurlijk zo dus een paar programma's met je doornemen die wij eigenlijk het meest aanraden. En wat vind ik nou belangrijk bij een montageprogramma? Nou, er zijn een aantal dingen waar ik dan altijd op let. Het eerste wat ik graag wil is gewoon dat je meer dan één videospoor kunt gebruiken. En als je nog nooit hebt gemonteerd, denk je misschien, waar gaat dat over? Nou, over het algemeen werkt een montageprogramma zo dat je je video in een soort lijn neerzet.
Dus je hebt een videospoor, zo noem je dat. En dan vind ik het fijn als je meer dan één hebt. Dus je hebt een videospoor en dan nog eentje erboven. En misschien wel nog eentje erboven. Waardoor je verschillende lagen video boven elkaar kan zetten. En het kan fijn zijn, stel dat je bijvoorbeeld een interview gaat monteren met daarbij wat sfeerbeelden. Dan vind ik het fijn om dat interview op de onderste videolaag te kunnen zetten. En daarboven de sfeerbeelden die je dan passend bij het interview monteert. En ik vind dat gewoon heel prettig werken om dat in twee verschillende lagen te zetten, omdat het daar overzichtelijk van wordt, daardoor kun je makkelijk schuiven. En als je maar in één laag kunt werken, en er zijn dus heel veel montageprogramma's die maar één videolaag hebben, dat vind ik onhandig. Dan ben ik gewoon beperkt in de manier waarop ik werk. Dus dat is een van de dingen waar ik op let. Een volgende ding wat ik belangrijk vind is dat er geen watermerken of andere reclame zeg maar in beeld van je video komt als je het gaat exporteren. He, want het is altijd zo dat als je gaat monteren, je laat je materiaal wat je gefilmd hebt, dat laat je in je programma. Daar ga je monteren en vervolgens exporteer je het uit het programma. Dan zijn er dus programma's die als ze gratis zijn bijvoorbeeld, dat zodra je het exporteert en je hebt dus een video gemaakt die je bijvoorbeeld op YouTube wil zetten, dat er dan een watermerk van het programma op staat. Omdat je niet betaald hebt voor het programma. Dus dan denken ze, nou prima, je mag dit gratis gebruiken, maar dan zetten we wel ons watermerk erop. Ja, kijk. Gratis programma's zijn leuk, maar dit is niet fijn dat je dan een watermerk hebt. Dus ik kijk wel altijd, ook als een programma gratis is, of ze dan watermerk erin zetten of niet. Want als ze dat wel doen, dan valt die eigenlijk voor mij wel af. Het volgende wat ik belangrijk vind en wat ik eigenlijk het lastigste punt vind om op te selecteren voor montageprogramma's, is dat ik vind dat het een beetje een stabiel programma moet zijn. En ik zei natuurlijk al eerder dat elk programma zijn fouten heeft. En elk programma heeft wel momenten van errors of dingen die net niet handig werken in een programma. Maar er zijn ook programma's die gewoon daar echt slecht op scoren. Die gewoon altijd crashen of rare errors geven. Maar dit is wel moeilijker ook uit te vinden. Want het is ook, waar ligt het aan dat een programma steeds crasht? Dat kan ook aan je computer liggen, omdat die te langzaam is. Dus dit is een moeilijk punt. En toch heb ik het gevoel dat ik wel gemerkt heb welke programma's dat bijvoorbeeld meer en minder hebben. En welke programma's dus in feite stabieler zijn en waar je iets meer op kunt rekenen als maker. Want ik monteren is een soort van ingewikkeld. Je moet het programma gaan begrijpen. Dan is het dus zo dat er sowieso altijd wel, misschien wel errors plaatsvinden. Dat een programma kan crashen. Dus het is ingewikkeld genoeg. En als een programma dan ook nog van zichzelf niet helemaal stabiel is, ja, dat wil je gewoon niet. Je wil eigenlijk gewoon een programma wat over het algemeen gewoon lekker werkt en waar je van op aankwam. En dan nu echt de programma's. Als eerste wil ik het hebben over de gratis programma's die wij aanraden. En dan is er eigenlijk gewoon één absolute favoriet. Voor als je gaat beginnen met monteren voor het eerst en je wil een gratis programma wat makkelijk werkt, dan is gewoon iMovie van Apple is de allerbeste. En ik zeg het er al meteen bij, die is van Apple. Als je dus op Windows werkt, kun je die niet gebruiken. Ja, ik vind dit toch wel eigenlijk een reden om gewoon met Apple te gaan werken. Want dan krijg je gewoon het gratis programma iMovie erbij. En zeker als je voor het eerst gaat monteren is iMovie echt een topprogramma. Omdat het gewoon niet zo ingewikkeld is. Het zit heel makkelijk in elkaar. Intuïtief begrijp je hoe het werkt. Dus het is echt een aanrader, dat programma. En wat leuk is van iMovie ook, je hebt het op de computer. Dus als je een Apple computer hebt, een laptop of een grotere Apple computer, dan zit het erop. Maar je kunt het ook op je telefoon of op je tablet kun je het ook gebruiken. Dan ziet het er een beetje anders uit en het werkt net wat anders. Maar beide versies van iMovie zijn top. En zou ik onmiddellijk aanraden. Als je een Apple hebt, niet twijfelen, gewoon iMovie gebruiken. Dan het volgende gratis programma wat we echt altijd aanraden is het programma DaVinci Resolve van het merk Blackmagic. En DaVinci Resolve is eigenlijk gewoon een super professioneel, hoogstaand programma. En het is ooit begonnen als kleurbewerkingsprogramma wat je dan een soort van kon gebruiken als je een Blackmagic camera had gekocht, want die maken ook camera's. En op een gegeven moment hebben ze het uitgebreid en is hun DaVinci Resolve ook een montageprogramma geworden. En kun je er special effects in doen. En het is gratis. Ik begrijp bijna niet hoe dit gratis kan zijn. Want DaVinci Resolve is echt een topprogramma. Ik ben er alleen nog niet volledig naar overgeschakeld. Omdat het toch wel even weer een nieuwe leercurve is. Omdat ik al een ander programma gewend ben. Maar als ik nu zou beginnen en ik moet kiezen voor mijn carrière, welk programma ga ik gebruiken? Ik zou onmiddellijk DaVinci Resolve kiezen. Dus kies die gewoon als je twijfelt. Wat ik erbij wil zeggen is dat DaVinci Resolve is voor Windows en Mac. Dus je kunt het gebruiken onafhankelijk van welk platform je gebruikt. En ik moet er ook wel bij zeggen, het heeft wel een iets grotere leercurve dan iMovie die ik net noemde. DaVinci is gewoon wat ingewikkelder programma. Het is ook zwaarder voor je computer. Dus je hebt toch wel echt een stevige computer nodig. Want over DaVinci hoor ik inderdaad nog wel eens mensen zeggen van, hey, het werkt niet op mijn computer of alles loopt het vast. Ja, DaVinci is gewoon wel wat zwaarder. Maar ja, het is ook echt een professioneel programma. Dus het is gewoon, je hebt er wel iets serieus voor nodig.
En zeker als je ook denkt, ik wil bijvoorbeeld vaker gaan monteren, ik wil hier echt wat beter in worden, dan zou ik echt DaVinci aanraden. En dan is het het ook echt waard om dat helemaal te gaan leren. Dus ja, cool programma. Wat ik nog wel over DaVinci ook erbij wil zeggen, er is ook een betaalde versie van DaVinci. En daar kun je dan weer nog net iets meer mee. Ik heb zelf op een gegeven moment gemerkt dat je bijvoorbeeld wat special effects die ingebouwd zitten in het programma, dat die dan niet beschikbaar zijn als je de gratis versie hebt. Maar dat je dan inderdaad moet betalen. Maar daar loop je niet zo snel tegenaan. Dus als je naar de website gaat van DaVinci Resolve om hem te downloaden, dan zul je ook zien dat er twee versies zijn. Die staan zo naast elkaar. Tenminste, op dit moment is dat zo. En dan kun je de free versie of de studio versie. Nou, kies de free versie. Dus mocht je nou denken, hey, ik moet toch betalen voor DaVinci. Nee, dan heb je het verkeerd gedaan. Dan moet je even terug. En dan moet je klikken op de gratis versie. Want DaVinci is gewoon... Tenminste, er is een gratis versie van DaVinci. En voor bijna alle montages die je gaat doen, zul je echt genoeg hebben aan de gratis versie van DaVinci. Dan hebben we ook een aantal favoriete betaalde programma's natuurlijk. En dan ga ik maar gewoon beginnen met het programma waarmee wij alle twee werken en ook het liefste werken. En eigenlijk ook de meeste editors die ik ken werken met dat programma. Wat ook maakt dat iedereen ermee werkt, want dan kun je weer makkelijker werk met elkaar uitwisselen. Het programma waar ik het over heb is natuurlijk Adobe Premiere Pro. En ja, het is gewoon nu nog steeds echt een van de meest gebruikte programma's in de industrie. En het is gewoon een heel professioneel programma. Het is heel uitgebreid. Alle opties die je wil hebben zitten erin. Het is wel betaald. Volgens mij kun je het alleen maar krijgen op dit moment met een abonnement. Dus je moet een maandelijks abonnement hebben bij Adobe waar je voor betaalt. En je kunt het doen als los abonnement voor één programma. Of je kunt het hele Adobe pakket. Dan krijg je bijvoorbeeld ook Photoshop en zo erbij. Maar dat heb je misschien niet nodig als je alleen maar wil gaan monteren. Ja, wat kan ik erover zeggen? Ik vind het zelf gewoon heel prettig werken. En wat ik zei, ook de Premiere heeft gewoon echt wel zijn fouten. En heb ik vaak genoeg dat ik me erger, want hij loopt vast. Hij geeft een rare foutmelding dat ik denk, ja, wat nou weer, weet je wel. Maar dat blijft gewoon een beetje bij monteren. Ik wil je niet ontmoedigen, maar het hoort er wel bij. Laatste wat je nog wil weten over Premiere is dat het beschikbaar is voor Apple en Windows. Dus het maakt niet uit in welk besturingssysteem je werkt. Je kunt het op beide gebruiken. Een volgende montageprogramma die ik wil noemen is Final Cut Pro. Dat is een Apple programma, dus die is alleen maar voor Apple computers. En het is eigenlijk een beetje gek in dit lijstje, want ik gebruik hem al heel lang niet meer. Ik heb hem nog wel betaald, dus ik kan hem gewoon nog steeds gebruiken. En ik ken ook professionele editors die ermee werken, maar het is wel de minderheid. En ik noem hem toch omdat het toch wel gewoon een goed programma is. Het werkt heel anders dan Adobe Premiere. Ik ben ooit begonnen met monteren op Final Cut Pro. En dat was nog zeg maar in de tijd van Final Cut Pro 7. En op een gegeven moment is er Final Cut Pro 7 overgegaan naar Final Cut Pro 10 of X. En toen zijn er heel veel editors die ik ken ook overgestapt naar Adobe Premiere. Omdat ze vonden dat Final Cut Pro 10 niet meer lekker werkte. Ze hebben heel grote veranderingen doorgevoerd en veel mensen waren gewoon niet blij. Dus zijn allemaal naar Premiere overgegaan. Toch vind ik ook Final Cut Pro 10, of de nieuwe versie die er inmiddels uit is, is echt nog wel een goed programma. Het werkt gewoon heel anders en heel veel mensen vinden dat juist fijn. Het heeft een magnetische tijdlijn. Ja, dat is een heel ding. Zoek het maar op als je er meer over wil weten. En sommige mensen vinden dat super fijn om mee te werken. Dus het is ook echt een professioneel programma. En wat het fijne is ten opzichte van Premiere, is dat Premiere heb je dus alleen maar een abonnement wat je per maand betaalt. Bij Final Cut Pro was het tenminste tot nu toe zo dat je gewoon één keer kon betalen en dan heb je gewoon het programma. Dus dat was dan 200, 300 euro, zoiets volgens mij. En dan heb je gewoon het programma, dus dan hoef je niet maandelijks te blijven betalen. En dat is ook heel fijn. Een laatste betaalde programma wat echt in ons aanraadlijstje staat is KineMaster. En KineMaster is voor de tablet of voor je telefoon. Dus volgens mij hebben zij geen app voor de computer zelf. Dus het is echt een mobiele montageprogramma. En van alle mobiele montageprogramma's vinden wij KineMaster een van de beste. Nou ja, ik heb natuurlijk net even gehad over iMovie. Als gratis app is dat fantastisch. Maar KineMaster is wel nog beter dan iMovie. Dus als jij nou graag op je tablet monteert en je wil net iets meer kunnen dan met iMovie, dan zou ik KineMaster aanraden. KineMaster is dan ook voor Apple en Samsung en hoe noem je dat, Android telefoons. Dus het is voor alle soorten tablets beschikbaar, dus dat is heel fijn. Maar het is dus betaald. Volgens mij, de laatste keer, ik heb een tijdje een abonnement gehad en toen was het volgens mij 5 euro per maand. Dus ook dat is een abonnement. Maar ik was wel onder de indruk van wat je allemaal kunt met KineMaster. Dus als je denkt, nou ik vind het niet erg om wat te betalen en ik wil graag op mijn mobiel of op mijn tablet monteren, KineMaster. Sowieso. Nou, tot zover eigenlijk de programma's die wij aanraden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit alle programma's zijn die er zijn. Er zijn nog veel meer montageprogramma's. En ik wil daar toch nog een aantal van met je doornemen. Maar ik moet er dus bij zeggen, dit zijn programma's die wij niet aanraden.
Wat ook niet wil zeggen dat ze slecht zijn of zo. Het zijn gewoon programma's die wij of niet gebruiken omdat er iets is wat we onhandig vinden. Of we gebruiken het gewoon niet omdat we hebben het gewoon nog nooit geprobeerd. Dus we hebben er gewoon geen ervaring mee. Maar bijvoorbeeld wel goede dingen over gehoord. Ook deze categorie wil ik graag opdelen in gratis en betaalde programma's. Dus laten we beginnen met de gratis programma's. Het eerste die ik wil noemen zijn Adobe Spark en Adobe Rush. Dat zijn alle twee van Adobe. En ik moet dus zeggen, ik heb deze alle twee nog niet echt gebruikt. Ik heb er wel een beetje naar gekeken wat ze kunnen. En dacht, best cool. Ze zijn gratis. Dat is tof. En het is van Adobe. En ik werk dus zelf heel graag met Adobe Premiere. Dus daarom vertrouw ik Adobe gewoon. Dus dat maakt dat ik denk, dan zal dit ook wel goed zijn. Dus daarom zou ik Adobe zeker aanraden. En Spark is voor je computer. Maar je hoeft niet een programma te downloaden. Het is gewoon in de browser. Dus ik zou kunnen verwachten dat het misschien ook als je werkt op Linux of met een Chromebook, dat je ook met Spark kunt werken. Omdat je dus niet een programma op je computer hoeft te zetten. Het is gewoon online. Dus je gaat in je browser naar Adobe. Je logt in bij Adobe Spark. Je moet daar wel een account voor aanmaken trouwens op de Adobe website. En dan kun je daar online kun je monteren. In die zin is het ook een beetje onhandig. Want elke shot wat je in je video wil zetten moet je dus uploaden naar Adobe. En dan krijg je het in je video in de browser. Dus dat is een beetje onhandig. Maar het werkt wel goed verder. Goed, Adobe Spark is dus in de browser. Als je een programma wil op je tablet of op je mobiel, dan kun je Adobe Rush gebruiken. En dat is echt een programmaatje wat je downloadt. Dus een app wat je downloadt op je telefoon. Of als je een computer hebt, dan kun je een programma downloaden op je computer. Het is voor alle platforms, dus Windows en Apple of Android en iOS. Maar je moet wel een bepaalde telefoon hebben. Grietje heeft bijvoorbeeld volgens mij een te oude Samsung, waardoor Rush niet werkt bij haar. Dus mocht het bij jou niet werken, dan heb je een te oude versie waarschijnlijk. Maar op de Adobe website kun je daar wel meer over vinden, welke telefoons het ondersteunen. Een volgende gratis programma wat wij heel lang hebben aangeraden was Shotcut. We hebben er zelfs een tutorial over gemaakt. Omdat we het leuk vonden, want het is gratis. En je kunt het gebruiken op Apple, je kunt het gebruiken op Windows. En toch raden we het inmiddels niet meer echt aan. Omdat het een beetje rommelig is. En ook niet heel stabiel. Dus je krijgt er snel fouten mee, merken we. En het, het ziet er een beetje ingewikkeld uit. En alles is net soort van niet logisch te vinden. Dus we zijn toch niet meer helemaal fan van Shotcut. Maar we waren het een tijdje wel. Dus ja, als je iets anders wil proberen, kun je het zeker proberen. Wat ik er leuk aan vind, is dat het open source is. Dus er is geen bedrijf wat hier geld aan verdient. Het is gewoon open source en wordt onderhouden door gewoon mensen die dat leuk vinden om te doen. En graag een gratis montageprogramma willen maken voor anderen. Dus dat vind ik wel heel leuk aan Shotcut. Het is alleen, weet gewoon dat als je ermee gaat werken, dat het gewoon, dat je soms even moet zoeken naar waar dingen zitten. En dat je er rekening mee moet houden dat ook dingen mis kunnen gaan ofzo. Een ander gratis programma wat we heel lang hebben aangeraden is HitFilm Express. En eigenlijk is HitFilm heel leuk. Want het heeft heel veel toffe functies. Het is best een stabiel programma. Je kunt er goed in editen. Wat we er vervelend aan vinden is dat het heel ondoorzichtig is in hoe het nou werkt met of je moet betalen of niet. Want er is een gratis versie, maar dan moet je eerst een account aanmaken ergens. En dan moet je in HitFilm inloggen. En dan denk je dat je het alles mag gebruiken. Maar dan zit er opeens toch een watermerk over de export. Ik vind dat ze daar niet zo heel helder in zijn in wat je nou wel en niet mag doen met HitFilm. En dan wil je iets gebruiken in het programma en opeens mag je daar niet op klikken, want dat is dan moet je eerst betalen of zoiets. Dus dat vinden we een beetje vervelend aan HitFilm en dat maakt eigenlijk dat we hem niet meer aanraden. Maar als je denkt, maakt me niet uit, ik kijk wel wat ik er wel mee kan, dan is HitFilm nog steeds wel een leuke programma. En tenslotte wil ik zeggen, er zijn nog meer gratis programma's waar we wel van gehoord hebben, zoals VSDC, Video Editor, Videopad, Lightworks. Ik weet dat ze er zijn. Maar we hebben ze allemaal niet geprobeerd. Er zijn gewoon te veel programma's die we in de gaten moeten houden. Dus we kunnen niet alles proberen. Maar mocht je een van die programma's willen gaan gebruiken, probeer het zeker uit. Kijk gewoon wat het kan, of je er goed lekker mee kunt werken, of het een beetje stabiel is. En als dat zo is, prima natuurlijk. Lekker gebruiken die programma's. Mocht je nou denken, ik wil een tutorial van een van die programma's. Ja, die gaan wij dus waarschijnlijk niet maken. Sorry daarvoor. Want er zijn gewoon te veel programma's. En omdat die programma's steeds veranderen, moeten we eigenlijk ook, als we een tutorial maken over een programma, dan moeten we over een paar jaar weer een nieuwe maken. Dat kunnen we dus niet voor al te veel programma's doen. Maar we hebben wel een tutorial gemaakt over alle montageprogramma's. En in die tutorial leggen we eigenlijk uit hoe elk montageprogramma werkt. En dat is fijn, want we leggen dus eigenlijk uit dat in elk montageprogramma zitten bepaalde elementen die je nodig hebt bij het monteren, die je overal kunt terugvinden. Dus hopelijk met die tutorial kun je ook met andere montageprogramma's aan de slag. Dan zijn er nog een aantal betaalde programma's die ik met je wil doornemen. En dit zijn dus ook programma's die we niet per se aanraden, maar dat wil ook weer niet zeggen dat ze slecht zijn. Het wil gewoon zeggen dat we er niet echt mee gewerkt hebben.
Om te beginnen heb ik Adobe Premiere Elements op het lijstje gezet. Omdat het weer Adobe is. En ik werk gewoon graag met Adobe. Ik merk altijd dat het goed werkt. Dus als ze een ander programma ook nog aanbieden, dan denk ik, oh, dat zal vast goed zijn. Adobe Premiere Elements heb ik wel een paar keer voorbij zien komen. Mensen die dat gebruiken en die daar heel tevreden mee zijn. Het is dus een betaald programma. Ik noemde natuurlijk net al Adobe Spark en Rush. Die zijn gratis. Elements is dus net, die kan weer net wat meer dan die twee. Dus denk je, nou, ik wil wel net iets meer dan dat. Dus bijvoorbeeld, volgens mij hebben Spark en Rush allebei bijvoorbeeld maar één videolaag. Waar ik het aan het begin over had, dat ik het heel fijn vind als programma's meerdere videolagen boven elkaar kunnen zetten. Met Elements kan dat volgens mij wel. En Elements is niet zoals Adobe Premiere, waar ik het eerst over had, dat je elke maand moet betalen. En niet eens heel weinig ook, volgens mij moet je 10 euro per maand betalen of zoiets. Is Adobe Premiere eenmalige investering. Volgens mij is het 100 euro en dan heb je gewoon het programma. En ik kan me voorstellen dat ze misschien over een paar jaar weer een keer een update doen waar je misschien weer voorbij moet betalen. Maar in principe is het gewoon een kleine investering. En omdat ik dan gewoon denk, ja, volgens mij is Adobe, die weet wel iets van montageprogramma's maken. Dus zou ik Adobe Premiere Elements zeker aanraden. Dan zijn er twee die ik al heel lang van naam ken en nog nooit heb geprobeerd. Dat zijn Sony Vegas en Pinnacle. En ik noem ze samen omdat ik het gevoel heb dat ze een soort van vergelijkbaar zijn in wat je ermee kan en hoe duur ze zijn. Want ze zijn alle twee betaald. En het zijn programma's die ik ook al jaren, volgens mij toen ik nog op de HKU zat, zo rond 2008, 7, 6, zoiets, toen waren ze er ook al. Dus het zijn programma's die al lang meegaan en in die zin hebben ze dus veel ervaring. En zijn het ook programma's die al lang door zijn ontwikkeld. En dus ja, ik denk dat ze best wel degelijk zijn. En ik hoor er ook goede verhalen over van mensen die zelf editor zijn. Of nou, ik moet zeggen, ik hoor eigenlijk geen mensen die editor zijn professioneel. Ik ken er geen die daarmee werken. Maar ik hoor wel bijvoorbeeld in de comments onder onze video's of op andere plekken waar mensen het hebben over montageprogramma's, hoor ik toch wel eens de namen van deze programma's vallen. Dus ik denk dat als je daarvoor zou willen kiezen, dat best wel prima programma's zijn. Ik heb er alleen zelf dus geen ervaring mee. Mocht je nou wel ervaring hebben met een van deze programma's, laat het dan ook zeker weten. Want ik ben heel benieuwd hoe jij het ervaart. En misschien hebben anderen nog weer iets aan jouw ervaringen daarmee. Dus laat die zeker achter ook in de reacties onder de video. Een volgende die ik wil noemen is Avid. En Avid die noem ik eigenlijk vooral omdat het gewoon een klassieker is in de montagewereld. Avid is eigenlijk de voorloper van Adobe Premiere en Final Cut Pro. Avid is het programma waarop gemonteerd werd voordat ik zeg maar zelf met video werkte, laat ik het even zo zeggen. Het is het programma wat vroeger altijd bij de omroepen werd gebruikt. Het is het programma waar oorspronkelijk speelfilms op werden gemonteerd. Dus het is een oud programma, wat inmiddels natuurlijk ook wel moderner is geworden. Dus het is nog steeds wel een programma waar veel op gewerkt wordt. Ik ken ook professionele editors die er ook mee werken. Ik heb er zelf nooit mee gewerkt, dus ik ken het niet. Het schijnt ook heel anders te zijn dan Adobe Premiere bijvoorbeeld. Ik weet er verder niet veel over. Ik wil hem toch even noemen, omdat het, zeker als je denkt, ik wil misschien wel leren om echt professioneel te gaan editen en ik wil daar mijn werk misschien wel van maken, dan is het ook zeker wel waard om Avid te onderzoeken. Want ik merk ook dat als je kijkt naar bijvoorbeeld werk in de videosector en je wil aan het werk als editor, dat het heel handig is om Avid te kunnen. Want dat is echt een aparte skill. Kijk, ik kan heel goed editen. Dus ik kan professioneel editwerk doen, maar als er ergens bij staat van je moet editen in Avid, dan kan ik dat niet. Dus het is best wel handig als je dat wel kunt, omdat het dan weer een plusje is bij je naam, zeg maar. Als laatste heb ik ook bij deze betaalde programma's nog een kort lijstje met nog meer opties, want ook hier zijn er gewoon superveel opties. Je hebt bijvoorbeeld nog Wondershare, Filmora, je hebt Cyberlink, PowerDirector en je hebt Magix, wat ooit Magix Video Deluxe heette volgens mij. Magix heb ik nog wel een beetje ervaring mee, want dat is nog voordat ik naar school ging om hier iets over te leren, had ik thuis het videobewerkingsprogramma Magix. Die had ik ook gekocht in de winkel als een box. Dus daar heb ik wel ooit mee gewerkt, maar dat is natuurlijk niet meer wat het nu is waarschijnlijk. Dus met deze programma's, die zijn misschien prima. Ik weet het niet. Ik heb er geen ervaring mee. En er zijn wellicht nog veel meer waar ik ook geen ervaring mee heb. Maar ook, net als wat ik zei bij de gratis programma's, denk ik, ja, weet je, probeer het gewoon uit. Als het voor je werkt, is het prima. Soms ook, zeker met deze betaalde programma's, kun je vaak wel een soort proefabonnement nemen. Dat je bijvoorbeeld eerst een gratis maand hebt, dat je het kunt uitproberen. Doe dat gewoon en kijk of het voor je werkt en of het fijn is. Want uiteindelijk gaat het toch om met een montageprogramma dat je er fijn mee kunt werken. Dat je kunt doen wat je wil doen ermee, dat je het begrijpt. Dat is toch het belangrijkste. Dus in die zin maakt het niet uit wat je gebruikt. Als het maar werkt voor jouw computer en de videobeelden die je wil gaan monteren. En ik heb hier natuurlijk nu aan het begin, of halverwege de video eigenlijk, heb ik een lijstje genoemd van de dingen die wij echt
het allermeest aanraden. Dus iMovie, Adobe Premiere, DaVinci Resolve, Final Cut Pro. En we noemen die vooral omdat dat dus ook degene zijn waarbij we eens in de zoveel jaar een nieuwe basistutorial maken. Dus als je nou van ons een basistutorial wil kijken over een programma, dan zul je een van die moeten kiezen. Want dat zijn de programma's waar wij van hebben besloten, die gaan we bijhouden met de basistutorials. Dus daar zullen we elke zoveel jaar een nieuwe van maken. En ook, stel nou dat je denkt, ik wil wel beter leren monteren, dan hebben wij dus ook een basis montagecursus. Dat is onze best verkochte cursus. We krijgen er ook eigenlijk alleen maar positieve reacties op van mensen die hem doen bij ons. Dus check die zeker, die staat op onze website in onze shop. En daarin gaan we gewoon in op meer dan het montageprogramma. Hè? Want het montageprogramma uitzoeken en leren kennen, dat is stap 1 van het monteren. Maar er komt nog zoveel meer kijken bij monteren. Monteren is zoveel meer en zoveel leuker dan alleen maar dat. En in die montagecursus gaan we in op, hoe werkt monteren eigenlijk? Hoe plak je twee shots op een mooie manier aan elkaar? Waar knip je? Welke shots laat je erin en welke niet? Monteren is echt fantastisch leuk. Dus kijk zeker naar onze cursus over monteren, want dat is echt heel erg leuk. En dan denk ik nu dat ik wel genoeg heb gezegd over montageprogramma's. Zoals ik al zei, laat al je reacties, gedachten en vragen achter in de comments onder deze video. En voor nu zeg ik dankjewel voor het kijken en veel plezier met monteren.